Ken je dat? De hele dag aan het werk achter je laptop. Je bent de hele tijd druk aan het typen, aan het werk, rapportages maken, schema's maken. Het maakt niet zoveel uit, maar je zit de hele dag achter dat scherm te focussen op wat er in die computer gebeurt. En dat is hartstikke overprikkelend. Wat doe je daaraan? In deze video geef ik je wat tips. Ik ben Saskia Kleijsen en ik maak video's over hoogsensitiviteit en hoogsensitieve high sensation seekers. Zodat jij meer energie en blijheid ervaart. Vind je dat leuk? Abonneer je dan even op het kanaal. En als je daar bent, like ook even deze video. Als je de hele dag achter je computer werkt, dan ben je de hele tijd recht vooruit aan het kijken. En dan worden je kegeltjes in je ogen, die achter je pupil zitten, overbelast. Dat geeft vermoeidheidsklachten, soms pijnlijke ogen of hoofdpijn. En omdat we zoveel met onze ogen doen en vaak met kunstlicht erbij aan, raken onze kegeltjes overbelast. Kegeltjes zijn de dingen in je pupil die ervoor zorgen dat jij kleur ziet en dat jij in het licht goed kan kijken. En onze staafjes, die zorgen ervoor dat we dit bewegende beeld opzij kunnen zien en in het donker kunnen kijken, die raken een beetje werkloos. En we raken hypergefocust in een soort tunnelvisie op onze computer. Wat kan je daar nu aan doen? Heel simpel. Zorg ervoor dat je niet alleen maar dichtbij kijkt en niet alleen maar recht vooruit. Ga bijvoorbeeld lekker naar buiten en zorg ervoor dat je goed om je heen kijkt. Dat je ver weg kan kijken. Dat je de omgeving in je opneemt en je zintuigen goed activeert en luistert naar de geluiden van buiten, van de vogels, het geruis van de wind, de blaadjes. Kortom, voed jezelf met andere zintuiglijke prikkels dan alleen maar vanaf dat scherm. Zorg ervoor dat je een wijdse blik krijgt die ver weg kan kijken. Dat geeft enorme ontspanning aan de ogen. Dus een pauze op z'n tijd is hartstikke belangrijk. Een andere tip die ik voor je heb, is dat je bewust mag zijn dat je als je steeds naar voren staart waarschijnlijk wat licht gaat fronsen. En het eerste stresssignaal wat ons lichaam oppikt is een aanspanning van de spieren in de ogen. Dat is het eerste signaal wat bijna 50 processen in gang zet die ons stresssysteem activeren. Dus als je daarvan bewust bent en je weet dat een glimlach precies het tegenovergestelde effect heeft, dan is het natuurlijk belangrijk dat je overdag ook vaak lacht. Of glimlacht. Of even zorgt dat je die oogspieren ontspant. Want je wil natuurlijk niet continu een alert signaal naar je brein sturen. En probeer het maar eens te fronsen en te lachen tegelijkertijd. Dat gaat niet. Dat kunnen we niet tegelijkertijd. Dus onderbreek je werkdag regelmatig met even een diepe inademing. En denk dan tegelijkertijd aan iets heel leuks, zodat je een glimlach krijgt en een ander signaal naar jouw brein stuurt. Dus wijde blik, grote glimlach en je hebt een fijne dag. Wil jij nou meer weten wat je kan doen aan korte termijn overprikkeling? Kijk dan even de video hiernaast.